Helemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we de glitter lip trend uitproberen. We hebben geen idee hoe het werkt, of het werkt. We hebben onze glitters, we hebben een primer en een lipgloss heb jij. Ja. En een kwastje, dus we gaan het gewoon proberen. En misschien is het te veel, ja. Misschien is het hartstikke leuk. Dat horen jullie later. En voordat we beginnen, vergeet niet om te abonneren. Want iedere donderdag en iedere zondag uploaden we een nieuwe video. En dan kunnen we nu beginnen met onze glitter lips. Spannend. Oh my god. Ik heb dus gewoon een matterende primer. En jij gebruikt een lipgloss. Ja, ik gebruik een lipgloss. Maar het lijkt een beetje peachy kleur, maar het is gewoon een doorzichtige gloss. Oké, ik doe gewoon een heel klein beetje op mijn vinger. Dat zie je niet eens. Een matterende primer op je... Jij doet eerst primer, echt twijfelen inderdaad. Of ik het op mijn hand doe. En dan doe ik of gewoon rechtstreeks. Ja, want dit trekt heel snel in. Ja, deze is wel meer glossy natuurlijk. Oké. Okay. Ik krijg nooit lipgloss trouwens. Ook niet. Vroeger wel, het middelbare school. Wow, nee. Ik denk dat ik beter eerst kan mengen op mijn hand. Dus, trip je op mijn hand. Oh, deze is... Dat is een cool tintel effect. Oké, okay, primer op mijn hand. En hoe doe ik dan die glitter op mijn hand? Voor welke kleur zou ik gaan? Ik heb die roze al gepikt. Ik denk dat ik gewoon voor de zilveren lid. Zie je die, denk je? Ja, voor rood. Rood is ook wel gaaf. Ik vind rood wel cool dat Chiara van Oranje. Oké, ik heb scoop glitter. Oké. Oh. Dit voelt echt niet fijn om mijn lippen. Oh, dit gaat goed. Ja, dit is een goeie. Dit is moeilijk, maar die primer dat ik al helemaal. Oh, shit. Ik heb wel een beetje dat nu ook heel veel lipgloss en glitter op mijn vinger zit. Zul je het zien? Ik weet niet of je iets ziet, maar het is echt... Oké, mocht je het proberen met een primer, gewoon heel snel werken? Ja, mijn lipgloss werkt goed, alleen deze lipgloss is net iets te glossy. Dus ik denk dat met vaseline misschien wel het beste werkt. Ik denk het ook wel. Het is heel erg Victoria Koblenko. Ik ga gewoon nog een laagje doen. Op camera ziet het volgens mij best wel oké uit. Het voelt een beetje soort van donker en kerstig. Weet ik niet in... Ja, ik voel me net een kerstbal eigenlijk. Bij mij gaat hij echt wel prima. Kijk, mooi is anders, maar... Maar je hebt wel echt, zeg maar, dat je kwastje hebt echt een dekking. De lippen zijn gewoon echt paars, zeg maar. Paarsroze. Want mijn lippen zijn gewoon doorzichtig. Met heel veel rode glittertjes. Oké, nou dit is onze look. Heel erg geslaagd weet ik niet, maar ik vind het wel leuk om uit te proberen. Ja. Laat even weten wat je van deze look vindt, of je het gaat proberen. En doe even een duimpje omhoog. En dan zien we je graag de volgende keer weer. Doei!